Het textielmuseum is toe aan veranderingen. Op dit moment groeit het museum naar eigen zeggen zo hard dat een uitbreiding noodzakelijk is. Het museum staat mede bekend om het textiellab, waar onder andere de bekende gordijnen van de Lokal vandaan komen en de theedoeken van een populair merk geprint worden. Het gaat heel veel veranderen. We krijgen nieuwe machines, we gaan het anders organiseren hier. Er komt meer ruimte om te laten zien van wat er geproduceerd wordt. Het is dus niet alleen een ontwikkelplek, maar ook een plek waar je meteen kunt zien, waar het publiek kan zien wat wij hier allemaal doen met kunstenaars en designers. De visie is er, de plannen zijn er, maar nu de uitwerking nog. De geplande veranderingen zullen volgens het museum veel impact hebben. Het betekent heel veel voor Tilburg, want het gaat niet alleen om het textielmuseum. We werken aan het textielmuseum voor de toekomst. Het museum wil gelijk een paar obstakels aan gaan passen. Zo moeten de uitstraling en de toegankelijkheid van het textielmuseum worden verbeterd. We lopen tegenaan dat er hier een gebouwde omgeving is die maar van één kant eigenlijk te benaderen is. Aan de voorkant van de Gorkestraat heb je een hele mooie aantrekkelijke plek om naar binnen te gaan. En hier staan we aan de achterzijde en je ziet dat hier veel meer levendigheid en dynamiek welkom is. En ook om als je binnen bent van het ene gebouw naar het andere gebouw te komen. Dus eigenlijk is het niet meer functioneel van hoe het herbestemd is, dit gebouw. Toch wordt niet alles vernieuwd. De bedoeling is ook juist dat het gebouw meer in oude glorie hersteld gaat worden. Nu is heel veel omgeving, buitenruimte is niet aantrekkelijk, is allemaal stenen. Je ziet overal auto's staan, je ziet dichte gevels. We willen eigenlijk weer terugbrengen, zoals het vroeger ook was, een levendige plek waar iedereen van alle kanten naar binnen kan.